Moet ik proberen hoe je het zegt? Beloven gaan. Ik weet niet hoe je dat zegt. Beloven gaan. Ik heb voor Club Brugge gekozen puur omdat ik denk dat dit de beste stap is in mijn ontwikkeling. Ja, dit is denk ik voor mij het beste moment om, om weg te gaan bij Ajax. En gewoon aan mezelf te denken en gewoon zorgen dat ik de top haal. En ik zie Club Brugge als perfecte stap daarvoor. De beste willen zijn en elke wedstrijd willen winnen, dominant willen zijn. Dat trekt mij, dat past bij mij, zo ben ik. En ik kom ook uit die cultuur natuurlijk bij Ajax. Dus ik heb de juiste keuze gemaakt. Half minuutje nog, laatste wapenfeit uit deze wedstrijd. Ruud Vormer en erin! Via de binnenkant van de paal. Oké, Ruud komt op het scorebord. Ik weet dat Club Brugge op het moment gewoon de beste club is in België. En jaarlijks gewoon kampioen wordt, Champions League speelt. Voor meedoen zeg maar, om de prijzen en dat ze boeren genoemd worden. Straks word jij dan ook een boer genoemd, hè? Ja, dan is dat maar zo. Dit is de kans. Dennis moet scoren. Dennis gaat struikelen en doet het dan wel. Het is 0-2 voor Club Brugge. Ik had toevallig de wedstrijd Real Madrid tegen Club Brugge gekeken. Dat het 2-2 werd, maar Club Brugge kon die wedstrijd ook net zo goed winnen. En, zijn overwint het in Europa, als ik me niet vergis. Europa League gehaald. Dus, in die pool die ze zaten was dat wel goed gedaan. Heeft dat ook meegespeeld in jouw keuze voor Club Brugge? Ja, tuurlijk. Zoals ik zeg, ik wil gewoon bij een club spelen die uitstraalt de beste te willen zijn. En dat ook laat zien op het veld. En ik denk dat Club Brugge dat wel is. Een club met veel ambitie en met veel potentie. En daar wil ik graag onderdeel van zijn. Dus vandaar dat ik nu hier ben. Vorige week was er de loting. Heb jij die gevolgd? Ja, ik had die loting wel gekeken. Ik vind het een mooie pool. Ik denk dat er kansen zijn. Ik denk dat iedereen van elkaar kan winnen. En, een hele mooie uitdaging om gewoon proberen te overwinteren in de Champions League. Dat is denk ik wel het doel. Als nummer 10 vrij is en dan word je nummer 10 aangeboden, ja, dan ga je geen nee zeggen toch. Als voetballer is het denk ik wel het mooiste nummer wat er is. We zitten hier nu in het Belfius Basecamp van Club Brugge. Ja, wat vind je ervan? Ik vind het heeft me echt verbaasd, als ik eerlijk ben. Ik had niet gedacht dat het zo modern zou zijn, zo mooi. En, Ajax heeft ook een heel goed complex, maar dit is allemaal wel wat nieuwer. Ik had wel gedacht dat het wel oké was, maar dat het zo goed was, dat had ik niet verwacht. Ik ken de eerste speler, Izquierdo. En Timmy Simons, die heeft in Nederland gespeeld, dus die ken ik wel. Maar de rest ken ik eerlijk gezegd niet. Het zijn allemaal legendes, iconen van Club Brugge. Ja. Die staan voor No Sweat, No Glory, dat zie je zelf ook. Ja. Is dat iets wat bij jou past ook? Jawel. Je moet hard werken toch. Als je niet hard werkt, ga je de dingen die je wilt niet bereiken. Het komt niet, aanwaaien, je moet er wel wat voor over hebben en voor doen. Dus nee, ik kan me daar ook wel in vinden. Van de Beek, geen buitenspel was het van Ziyech. Tegen de achterlijn, Ziyech terugleggen. Hier is de goal van Noah Lang. En de 2-1 al een feit. Als ik de mensen moet geloven, ben ik een creatieve voetballer. Die mannetjes kan passeren. Dus actie heeft, dribbelen en mijn medespelers voor de keeper kan zetten. Ik heb ook wel scorend vermogen, al vind ik wel dat ik meer goals moet maken. Dus dat is een mooie uitdaging in mijn periode bij Club Brugge. Naast het voetbal hou ik er gewoon van om met vrienden te zijn. Te chillen, zoals je dat dan noemt. Gewoon PlayStation, lachen, muziek maken. Wat voor muziek maak je? Ik maak natuurlijk een beetje rapmuziek. Rapmuziek? Jawel. En heb je iets liggen dat we kunnen horen? Ik heb wel een paar liedjes, maar dat komt nog wel. Ja, dat is afgesproken, hè? Ja, komt wel goed. En FIFA zeg je, ben je goed? Jawel, ik ben wel goed gewoon.
Ja, spelen we hier eens een wedstrijdje, hè? Ja? Dan moet je tegen mij spelen, krijg je pak slag. Ja. Dat is een Nederlandse zelfzekerheid. Ja, dat is gewoon hoe ik ben mezelf. Kijk ernaar uit om in het stadion te spelen met de fans. Kijk ernaar uit om mooie tijden te beleven, prijzen te pakken en alles winnen wat er te winnen valt. Alles kapot maken.